van R. van Doorens zoekt altijd graag zijn grens op. Als showworstelaar, de kakker from hell, deelt hij in het programma De Wereld van Bo stevige klap uit. En hij incasseert zelf ook flink. In een andere aflevering laat Bo zich van zijn zelden vertoonde sexy kant zien. Hij gaat strippen, maar eerst nog even dit. What do you do now? Ah! Oh god! Ah! Tijdens een opwindend optreden met de Chippendales liggen de vrouwen in katzwijm aan Bo's voeten. Bo is dus gek op bewegen, maar dan wel op zijn eigen manier. Meedoen aan de Dam tot Dam lopen op blote voeten, het lijkt gekkenwerk, maar hij flikt het gewoon. En ik raad iedereen af, jongens, doe het niet, vooral niet doen. Echt, ik heb zo'n pijn in mijn voet. 3, 2, 1! In 2008 neemt Bo een frisse duik in de Amstel voor de promotie van zijn roman Pijn. De brandweer moet de zwaar onderkoelde presentator uit het ijskoude water vissen. En ze vinden mij echt de domste eikel op aarde. Dat ik dus in het water ben, want er lag ergens ijs nog. Dus ze waren echt gewoon, ze vonden het echt zo stom. Samen met zijn vrouw Sally heeft Bo 4 zonen. Zij houdt eigenlijk niet zo van Bo's gebbetjes. Mijn vrouw die is heel kritisch over dingen. Die kijkt goed mee en die vindt het verder niet echt heel erg interessant. Maar die let wel goed op. Dus die houdt me wel een beetje bij de les. Maar het is niet zo dat ik me nou daar echt heel veel van aantrek. Eigenlijk. De eeuwige korpsbal is niet bang om naast zijn ondeugende kant ook zijn kwetsbare kant te laten zien. Right. Oké, okay, goodbye. Voor De Wereld van Bo gaat hij in zijn eentje 2 weken naar een onbewoond eiland. En dat valt absoluut niet mee. Leuk, maar dit is gewoon echt een aanslag. Ik heb gewoon al bijna 8 dagen helemaal niks gegeten. Ik zit gewoon de camera te praten. Bo, een man met veel gezichten, stoer, maar met een klein hartje. Ondanks dat ik overal pijn heb en volgens mij hier mijn bovenste kootje gebroken heb, en dan is hij blauw, ben ik echt zo gelukkig.